In deze bijeenkomst. Dit keer voor het eerst zonder inschrijving van tevoren. En dat wilde ik graag zo laten, maar ik geef geen garanties. Nee. Maar het is goed jullie hier allemaal weer te mogen treffen. En ik hoop dat we dit keer geen technische problemen zich gaan voordoen, maar ik heb daar alle vertrouwen in, want zie daar, een nieuwe laptop staat hier op de tafel. En daar ben ik zeer content mee. En ik denk dat dat helemaal goed gaat komen, maar dit is misschien wel, zeggen ze in de wereld, dan de goden verzoeken. Maar daar geloof ik toch niet in, dus ik zeg het gewoon. Ja, maar dan kun je het afkloppen. Oh, dan kun je het afkloppen. Ja. Of deze start nou helemaal in de lijn van het goede bericht ligt, dat weet ik niet. Maar goed, we gaan ook weer volop zingen, van harte. Met recht zingen, want wij roepen zelfs op om met ons mee te zingen. Zing met ons mee, laat dit lied voortdurend horen en over geweldige dingen. Nou, lees maar en zing maar met ons mee. Vals als de ene. Als jij meezingt. Ja, wellicht, ja. We gaan het naar beneden doen dan. Oké, dan gaan we naar beneden. Zo, ja. Zing met ons mee, laat dit lied voortdurend horen. Zeg het alle mensen op de aarde. Zing met ons mee, dat de koning is herboren. Jezus Christus geeft het leven waar. Hij is de Heer van het heelal, voor wie elk schepsel buigen zal. En nu is het nog steeds de tijd, te zeggen bij ten zijt, dat God zijn wereld niet vergeten heeft. Laat het klinken overal.
hemsel buigen zal. En nu is hem nog steeds de tijd te zeggen bij ten zijt dat God zijn wereld niet vergeten heeft. Laat het klinken overal, op bergen en in dal, tot iedereen het horen zal. Zing met ons mee, laat dit lied voortdurend horen, zeg het alle mensen op de aarde. Zing met ons mee, zing het meer dan ooit tevoren, Jezus Christus geeft het leven waarde. Hij is de Heer van het heelal, voor wie elk schepsel buigen zal. En nu is het nog steeds de tijd te zeggen bij ten zijt dat God zijn wereld niet vergeten heeft. Laat het klinken overal, op bergen en in dal, tot iedereen het horen zal. Dat was een mooie opgave, Tom. Dat was een mooie, ja, want ja. De liederen die we zingen, dat is voorstel van Tom. Nog even een praktisch vraagje. Kan iedereen het beeld hier achter mij goed zien? Nou, oh. Dat laatste hoekje niet. Dan zie je dat verzin ik er wel bij. Ja, misschien. Misschien. Hè? Ja, precies. Je kan ook nog veranderen van locatie. Nou ja, dan moet je dat maar verzinnen, ja. En degene die er achter die pilaar zitten, die zit er ook natuurlijk niet al te best. Maar goed, het is jullie eigen keuze. Wat klinkt dat evangelisch trouwens? Het is je eigen keuze. Oké, ik stel voor, voordat we nog een lied gaan zingen, dat we eerst deze samenkomst gaan opdragen aan onze hemelse Vader. Machtig God en Vader, we danken u dat we hier samen kunnen en mogen zijn, dat we weer in de gelegenheid zijn om zo samen te komen rondom het woord van u. Zoals we zojuist daar ook over zongen. En dat is een geweldig woord van u. En daarom vast, solide. U hebt uw woord ook bekrachtigd, bewezen, bevestigd. En het is zo geweldig, omdat het spreekt van wie u bent en wat u doet. En volledig met voorbijzien van menselijke acties en menselijke bijdragen. U gaat uw weg. U volvoert uw voornemen en plan. En u brengt alles, maar dan ook werkelijk alles. En met iedereen, op uw tijd, op uw wijze, tot een geweldig einde. En wat is dat voor een geweldig goed bericht. Een blijde tijding. Heer, we danken u dat we daarop mogen staan, daarvoor uit mogen komen. Het ieder die het maar horen wil, mogen vertellen. In de wetenschap dat er een moment komt dat iedereen dit ook zal horen, vernemen, zien, erkennen en van harte zullen belijden dat dit de waarheid is. Wat geweldig dat we nu al dit mogen weten, als eerstelingen. En dat is tamelijk uitzonderlijk. Maar dat is daarom ook des te meer een groot voorrecht dit te mogen zien en te beleven ook. We danken u, Vader, voor het feit dat we elkaar zo kunnen en mogen ontmoeten rondom uw woord. En geef ons een heerlijk samen zijn waarin we onze ogen mogen richten op dat, ja, wat er staat geschreven. En de opening van uw woord verspreidt altijd en per definitie licht. We danken u voor dit alles. En in vertrouwen dragen we alles bij u op. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen. En dan zingen we nog een lied voorafgaand aan de Bijbelstudie. Eén vonk, een vonk, maar ook één vonk, ja, is al genoeg. Thank you.
op je hart, nu straalt het uit, het is voor iedereen. Voor jou geeft de zon met warme kracht nieuw leven, en alles spruit weer uit. Denk, dat hebben we net al gezongen, dus waarom zouden we dat opnieuw doen? Volgende keer. Overigens, dat was ik nog vergeten te vertellen en te zeggen. Een hartelijk welkom ook voor degene die nu live meekijken. Via het internet. En daar zijn er ook altijd weer delen van die daar dankbaar gebruik van maken. Dus bij deze, die zijn daar dus ook geheel bij betrokken. Wij gaan, zoals 2 weken geleden, opnieuw ons bezighouden met deze dame, die in de titel wat onvriendelijker wordt benoemd, namelijk als de hoer. Dat kan ik ook niet helpen, zo noemt de Bijbel haar bij nogal wat gelegenheden. En je zou zeggen dat dat een belediging is, zo in de eerste instantie, om iemand zo te benoemen. En de vorige keer hebben we trouwens toen al eventjes aangestipt dat dat juist niet het geval is. Rahab de hoer, ja. Het is deel 2 en dat betekent dat we voortborduren op wat we al de vorige keer hebben gezien. Ik wil daar inderdaad nog eventjes wat allerlei dingen uitlichten. En ook voor degenen trouwens die daar toen niet bij waren, nog even wat voor het voetlicht brengen. Wat daarbij erg van belang is om vast te houden. Want we gaan dit keer ons met name bezighouden met de keren dat zij in het Nieuwe Testament wordt vermeld. En dat is een 3-tal keren. En de vorige keer was het dus vooral de bespreking, of eigenlijk uitsluitend, de bespreking vanuit Jozua 2, waar we de geschiedenis vinden. Nou, laten we nog eventjes wat dingen op een rijtje zetten, hoe het ook alweer was. In Jozua lezen we de geschiedenis dat Jozua in feite het stokje overneemt van Mozes. Jozua gaat het volk overbrengen naar de andere kant. We shall overcome. En door de Jordaan gaan ze op de derde dag. Zo wordt en in Jozua 1 en in Jozua 3 vermeld. En de eerste stad die zij zouden aandoen, die dan, nou ja, dat ging op een hele wonderlijke manier. Met Jericho. Maar dat was dus inderdaad Jericho die zij zouden innemen. Ja, Jericho werd ingenomen. Wat ik vroeger altijd een beetje een vreemde term vond. Vond Pietje Bel geloof ik ook. Heb ik ooit gelezen. Die vond het zo vreemd als er dan gesproken werd. Als de geschiedenisleraar had over een stad werd ingenomen. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Hij kreeg een klein tabletje al niet
door zijn keel. Nou ja, een flauw grapje, oké, okay, maar die herinner ik me nog. In ieder geval, Jericho werd ingenomen. Ja, en, maar voordien, voordat het volk onder leiding van Jozua en eigenlijk ook onder leiding van de ark die voorop ging, voordat dat het geval was, werden twee spionnen, verspieders, uitgezonden, namelijk naar Jericho. En ja, dat moest, ja, dat is spionage, dat is uiteraard per definitie een geheime operatie. En dan komen zij bij een vrouw, en dat was dus Rahab, de hoer, ja. En daar verblijven ze dan ook. En wat in Jozua 2 nogal sterk benadrukt wordt, is het getuigenis dat Rahab geeft en waarvan zij zo goed op de hoogte is. En sterker nog, het is niet alleen dat Rahab enorm goed op de hoogte is, maar ze vertelt ook heel de stad, sterker nog, alle inwoners van het land, die weten dat jullie God de God van hemel en aarde is. En dat ook bewezen heeft in de geschiedenis. En dan refereert ze ook aan de doortocht door de Rode Zee, ja. En dat was 40 jaar eerder dus. En op een wonderlijke wijze de legers van de farao toen zijn omgekomen. Maar Israël, ja, veilig door de zee ging. En allerlei andere dingen die gedurende de woestijnreis, wonderen die hebben plaatsgevonden. Gods wonderen. De overwinning ook over allerlei vijandige staatshoofden. Och, en wie werd er nog meer genoemd? Sichon, ja. En zij wist dat. Wat, en dat betekent dat alle inwoners van het land wisten, dit land, daar wonen wij ten onrechte. God gaat dit land geven aan dit volk. Dat heeft hij gewoon al bewezen in de geschiedenis. En Rahab is diep onder de indruk. En sterker, ze zegt alle inwoners van het land vrezen. Ja, jullie God, maar eigenlijk ook dit volk. Want daar is geen kruid tegen opgewassen. Dat weet ze. En ik heb dat nogal sterk ook benadrukt, juist ook in het licht van veel bijbelkritiek, waarbij dan gezegd wordt van ja, dat was eigenlijk een volkje kwam daar uit, een nomade volkje kwam daar uit Egypte en die heeft genocide gepleegd en hebben al die inwoners verdreven en omgebracht. Zo was het totaal niet. God bewees zijn kracht, zijn aanwezigheid. Er waren toen, laat ik het zo zeggen dan, er waren geen atheïsten in die dagen. Nu in de afgelopen 2000 jaar is het zo anders. Want ja, God verbergt zijn aangezicht. Hij laat niets van zich blijken. Ja, dat hij er moet zijn, dat begrijpen we allemaal. De meeste mensen nog. Tenzij het je op school afgeleerd is. En dat, zo gaat dat. Maar we begrijpen allemaal, hij is er wel. Maar hij laat niks van zich blijken. En dat is al 2000 jaar het geval. Zodanig dat we zelfs denken van, nou ja, hij zal wel dood zijn. Dat zeggen ook theologen. De God is dood theologie. Ja, gekker kan je het niet verzinnen. Maar Rahab wist dit. En alle inwoners van het land wisten dat. Van die godswonderen die er hadden plaatsgevonden in de afgelopen decennia. En daarom is het ook dat zij deze spionnen ruimte en plaats geeft en ook helpt. En ja, zij zorgt ervoor dat die spionnen daar verborgen blijven. En vervolgens ook via het venster in de muur van de stad dan uitgaan. En dan vervolgens een andere kant op gaan. En dan stuurt ze vervolgens haar stadsgenoten, die spionnen, want ze hadden er lucht van gekregen, dat ze bij haar zouden bivakeren. En stuurt ze dan bewust een verkeerde kant op, zodat die spionnen veilig bleven. Ja, en dan wordt er een belofte gedaan. Door Rahab, maar ook door de verspieders, de spionnen. Want eigenlijk boden, ik kom daar straks nog op terug, boodschappers. Want zij zeggen dan, als jij straks, wanneer we eenmaal Jericho gearriveerd zijn, wanneer we daar gearriveerd zijn,
dan zullen wij ervoor zorg dragen dat jij en heel je huis, iedereen die daarin is, heel je familie, die zullen veilig zijn. En terwijl de hele stad zal omkomen, zal jij met allen die in jouw huis komen en daar blijven, absoluut veilig zijn. En ja, op voorwaarde dan dat je inderdaad ons geheim houdt en je ons daarin helpt. En dan krijgt ze een geweldig teken, dat scharlakenkoord. En ik heb er toen op gewezen en dat is geweldig natuurlijk. Behalve dat ja, scharlaken, rood en waar het allemaal een beeld van is. En waar scharlaken nog meer in de Bijbel een rol speelt. Ik had gedacht van dat ik daar wat van dit keer wat dieper op in zou gaan. Maar dat bewaren we maar voor een andere keer. Want ik kom er nu echt niet aan toe. Maar ja, ik heb erop gewezen op dat scharlakenkoord ooit in de geschiedenis van die geboorte van die tweeling, weet u wel. Dat was trouwens ook weer een voorouder van de Heer Jezus. Hou hem even vast. Maar in ieder geval, dat koord, dat is dit woord, tikva. En als je dat met Hebreeuwse oren beluistert, dan gaat daar iets lichter, want dan weet je, hey, tikva, ja, dat is een koord. Maar het is het woord voor hoop. Ha, tikva, dat is het volkslied van Israël en dat betekent de hoop. En in feite wat dat koord is, een scharlakenkoord. Ja, maar dat zij uit haar venster moest laten hangen, dat was een embleem van de hoop die ze van Gods wegen had ontvangen. En dat ja, een werk met recht ook een vast en solide was. Zij was ja, een vrouw van lichte zeden, een hoer. Ja, je kan er van alles van zeggen. Maar zij had hoop van Gods wegen ontvangen. En het embleem, het symbool daarvan was dat koord dat uit haar venster hing. Prachtig beeld trouwens. Want ja, als je hoop hebt, dan heb je uitzicht. Maar dat is precies wat een venster ook uitbeeldt. Toch? Dat je zicht hebt. Dat je uitzicht hebt. Dat je perspectief hebt. En zij had uitzicht op de... Ja, op... Het is leuk eigenlijk. Ja, ze woonde aan de poort. Dus als... Ja, ze woonde aan de... ze had haar venster in de stadsmuur. In de stadsmuur, ja. Daar woonde zij dus. Maar zij had dus uitzicht op buiten de legerplaats. Leuk, hè? Als je er zo over nadenkt. Niet op Jericho had ze uitzicht, maar op dat wat daarbuiten was. Ja, niet op wat de wereld biedt, want daar is Jericho een beeld van. Die stad die zo diep gevallen was, ook daar hebben we bij stilgestaan. Nee, op wat daar buiten ligt. Want daar gebeuren de echte belangrijke dingen. En als je hoop wil hebben, dan moet je inderdaad niet in naar binnen kijken. Nee, ja, ik bedoel, heel dubbelzinnig. Maar dan moet je niet naar binnen kijken, niet in je eigen hart. Moet je ook niet naar mensen kijken. Nee, dan moet je je richten op... Ja, op zijn woord en op dat wat buiten ligt. Ook inderdaad wel buiten de box, om zo te zeggen. Het scharlakenkoord, ja. En dan krijgt zij dus die belofte daar, in dat huis, waar dat met dat venster en met die hoop en met dat koord, daar ligt de hoop. En die belofte wordt haar gegeven. Nou, dat is over in het kort de geschiedenis. Want de vervulling daarvan, daar houden we ons niet eens mee bezig. Want later in Jozua komt dat dan ook nog aan het licht. Dat Rahab inderdaad daadwerkelijk gered wordt. En als het volk 13 keer om de stad is heen getrokken. Zo is het. Voorzegd, zo was het beloofd en zo is het ook daadwerkelijk vervuld. Rahab is met haar hele huis dus gered. Waar ik ook op gewezen heb, en dat wil ik nog even duidelijk naar voren brengen, is dat deze twee dagen, het houdt me op een of andere manier de laatste tijd wel heel erg bezig, maar op een of andere manier struikel ik er ook iedere keer over, die twee dagen en de derde dag. Want wat was het verhaal, en ik wil dat plaatje graag nog eventjes laten zien, is dat de verspieders worden uitgezonden en dan lees je over twee dagen
En op de derde dag vindt dan de doortocht door de Jordaan plaats. En ja, dus je struikelt ook weer in de wijze waarop dat beschreven wordt over de vermelding van die twee dagen en de derde dag. En gedurende die dagen, dus voorafgaand aan de derde dag, worden ja, Gods boden, boodschappers, verspieders, uitgezonden, maar zij zijn verborgen. Undercover. Ze zijn alles wat er eigenlijk gedurende die dagen voor de derde dag plaatsvindt. Deze dag symboliseert Israëls herstel. Dat Israël uit als natie uit de dood zal opstaan. Dat is dat derde millennium waarin ja, geweldige dingen gaan plaatsvinden. Vanmiddag spreek ik in Zeewolde. En dan, ja, dat is het onderwerp wat ik opgekregen had. Mag ik spreken over de bruiloft te Kana. En dat was ook weer, ja, het zal wel toeval zijn, op de derde dag. Ja, nou ja, dat zijn van die dingen die allemaal op de derde dag plaatsvinden. De derde dag symboliseert nieuw leven. En dat is voor Israël als natie ook het geval. Na twee millennia krijg je de derde dag. En ja, als er één thema is dat juist in onze dagen ook actueel is, dan is het wel dit. Te vermelden in welk tijdsgewricht wij leven. En wat je mag verwachten. En ja, het geweldige uitzicht, dat venster. Ja, eigenlijk is het zo dat naarmate die derde dag dus nadert, ja, dan kijk je steeds meer uit dat venster. En heb je steeds meer reden om dat koord daar te laten neerhangen. En om je daar aan dat koord vast te klampen, om zo te zeggen. Maar goed, gedurende die dagen daarvoor is alles verborgen. Dat is eigenlijk de essentie van die twee dagen. En wat er dan dus eigenlijk ook gebeurt, dat vind ik ook heel bijzonder, dat er worden boden uitgezonden, boodschappers, ja. En dan komt het woord van God bij een heidense vrouw. Ook dat is helemaal in lijn met het, ja, met het plaatje zoals we dat in heel de schrift, en met name in de brieven van Paulus, tegenkomen. Namelijk dat in onze dagen, nu Israël tijdelijk terzijde staat, Israël als natie dood is, twee dagen, en op de derde dag zal God hen herstellen en doen herleven. Gedurende die tijd die daaraan vooraf gaat, die twee millennia, die wij nu, ja, wij zitten hier zeg maar, aan het einde. En dan komt het woord van God bij een heidense vrouw terecht. En als je het zo bekijkt, dan is die Rahab dus in feite ook een type van ons. Namelijk dat wat God doet nu, en dat gaat helemaal dus niet over prestaties. Nee, dat gaat over Gods genade. En het woord bereikt haar. Dus ja, daar ontkom je niet aan om zulke dingen op te merken. En dan zie je ook hoe geweldig de schriften zijn en hoe niet alleen maar dingen direct voorzegd worden, maar ook geïllustreerd worden in allerlei geschiedenissen. Dat kan zijn in rituelen, in bepaalde inzettingen die God geeft of in zijn kalender. Maar ook gewoon in zo'n zondagsschoolverhaal. Het is een klassieker, hè, Rahab. Ja, het is geweldig spannend. Het is zo mooi zoals God dan zijn weg gaat met die vrouw. Kijk, wij kijken achteraf. Maar reken maar dat het voor Rahab ook spannend is geweest. Om dat alles te doen. Ze heeft heel wat geriskeerd ook trouwens. Dat zegt ze ook. Ik riskeer wel wat door jullie nu in huis op te nemen. Want dit kan voor mij dit betekenen dus. Ze heeft het gedaan. Ja. Je hebt geloof of je hebt het niet. Als hij het zegt, als Gods woord betrouwbaar en vast is, dan kun je er altijd van op aan. Dat is geweldig. Goed, nou, die dingen hebben we deels overwogen. Ik heb het nu nog eens een keer voor het voetlicht gebracht. En dan gaan we nu eens naar het Nieuwe Testament toe. En wel, na drie vermeldingen van Rahab in de evangeliën, in de Jacobusbrief en vervolgens ook in de Hebreeënbrief. Laten we eerst eens naar, lijkt me het meest logisch, naar Matteüs 1 toe gaan. En daar hebben we een geslachtsregister, zo wordt dat genoemd. Eigenlijk is het meer een
lijst van troonpretendenten, hoe de troon en de kroon uiteindelijk bij de Messias terechtkomt via een heel, een routekaart zal ik maar zeggen. 3 keer 14 geslachten worden daar genoemd. 14 is trouwens het getal van David. En in dat register, in die lijst, van die koningslijst eigenlijk, allemaal van mensen, de koninklijke lijn, hoe die uiteindelijk via Juda en via David, Salomo, uiteindelijk bij de Christus, Israëls Messias, terechtkomt. Precies zoals ook was voorzegd en zoals je mocht verwachten. En dan staat er in vers 5 van Matteüs 1, als al die namen genoemd worden, weet u wel, dat zijn van die passages die als je de Bijbel leest en voorleest aan tafel, dan passeer je die. Die sla je over, want het is, je struikelt soms over de uitspraak van namen. Dat kan al problematisch zijn. En het is ook, als je het niet onderzoekt, buitengewoon saai. Dat geldt voor heel wat Bijbelgedeelten. Die zijn saai om te lezen, maar de Bijbel is ook niet om te lezen. De Bijbel is om te onderzoeken. Onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Daar gaat het om. En onderzoeken, dat betekent letterlijk ook dat je onder de oppervlakte zoekt. Het heeft inderdaad te maken met zoeken, met speuren, met ja, hoe zit het nou? En checken. Maar het ligt onder de oppervlakte. Dan word je zulke dingen gewaar. Alleen bij oppervlakkige lezing ontgaat je dat. Afijn. Dan lees je in die lijst dus, in dat register, Salmon nu verwekte Boas. Want dit is wel even een, ja, in zekere zin een problematisch gegeven. Maar Salmon nu verwekte... Je lacht wel niet om mij, hè? Oké. Salmon nu verwekte Boas uit Ragab. Ja, mijn zoon is er nu niet bij, dus ik kan daar wel aan voorbij gaan nu. Maar Salmon verwekte Boas uit Ragab. En Boas nu verwekte Obed uit Rut. En Obed nu verwekte Isaï. En nu doet zich een probleempje voor. En dat is dat dit nooit een vermelding kan zijn zonder weglating van schakels. Want Salmon nu verwekte Boas uit Ragab. Ja, maar in de praktijk betekent dat verwekte de voorvader van Boas. Dat was voor mij ook eventjes destijds wel een beetje schokkend. Maar bij nader inzien toch niet zo, want ja, eigenlijk in dat hele register. Kijk maar eens na in Matteüs 1, dat register. Dat is een lijst van, ik zei al, troonpretendenten. En dat hoeft niet eens, een genealogische lijn te zijn. Of in ieder geval een biologische lijn. Je vindt zelfs dat op een gegeven ogenblik gezegd wordt in verband met Jegonja en Sealtiel, dat hij zegt van de een verwekt die. Terwijl het zijn oom was, notabene. Nou, je verwekt niet je oom, hè? Nee, zo gaat dat niet. Nee, maar als het een lijst is van kroonpretendenten, wil dat wel zeggen, de een die gewon en die de ander, namelijk bij wie, waar de rechten op de kroon en de troon overgaan. En dat kan inderdaad op die manier verlopen. En zo is dat bij Jegonja ook gegaan. Dus dat verwekken betekent, is maar niet alleen, heeft maar niet direct de betekenis van, zoals wij dat zeggen, verwekken in de zin, in de biologische zin van het woord, maar het betekent een troonpretendent voortbrengen. Dat is een veel bredere term. Klinkt wat ingewikkeld, maar laat ik het dan simpeler zeggen. Er staat in vers 1, in hoofdstuk 1 vers 1. Zo begint dus het Nieuwe Testament, heel triomfantelijk. Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dan kun je ook zeggen van, de zoon van Abraham, hoezo de zoon van David? Daar zit 1000 jaar tussen. Dus hoezo de zoon van? Ja, en toch, de zoon betekent gewoon de erfgenaam. Dus hij is uiteindelijk ook, hoeveel schakels je ook weglaat, dan blijft het gewoon waar. Hij is en de zoon van David, en dus de rechthebber op de kroon, en alles wat David heeft nagelaten, en ook de zoon van Abraham, en dus de erfgenaam van wat aan Abraham is beloofd. Het zaad van Abraham.
Oké, meestal is dat ook met de gedachte van dat iemand het zaad is van. Hè, dus werkelijk ook biologisch, zeg maar, voortgebracht. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. In ieder geval, daar kunnen schakels weggelaten zijn. En er zijn meer voorbeelden in deze lijst waarbij bepaalde schakels weggelaten worden. Ik zal nog één voorbeeld geven. En dat is dat bepaalde goddeloze koningen ook niet vermeld worden. En die schakels worden gewoon overgeslagen. En dat is dan ook weer helemaal in overeenstemming met wat God had gezegd. Namelijk dat als een koning inderdaad zou afwijken van de wegen van God en van zijn woord, dan zou zijn naam onder de hemel worden uitgedeld. En dan vind je inderdaad de naam niet vermeld in dat register. En dat is dus volledig terecht. De naam wordt uitgedeld. En dan wordt dus in feite gewoon geskipt. En om allerlei redenen kan dat dus. In ieder geval, Salomon verwekte de voorvader van Boas. U zegt van ja, maar dan moet je eerst nog eventjes dat aantonen. Nou, laat ik eventjes dan het lijstje geven. Een tijdlijn. Kijk. Ik heb het de vorige keer ook al iets dergelijks even laten zien. Maar in het jaar 2500, gerekend vanaf Adam. In het jaar 2500 vond de uittocht uit Egypte plaats. De Exodus. 40 jaar later vond de intocht plaats. Dus daar zitten we nu eigenlijk in de geschiedenis van Rahab. En nog weer 10 jaar later, dat was dus in het jaar 2550, toen was het land geheel verdeeld. Dat heeft 10 jaar geduurd. Dus vanaf de intocht tot aan de verdeling van het land is 10 jaar geweest. Zodat je krijgt iedere keer tijdsbestekken van 50 jaar. Dat is de cyclus van een jubeljaar dus ook. Hoe dan ook, in het jaar 2550 is het land verdeeld. In het jaar 3000, gerekend dus vanaf Adam, vindt de inwijding van de tempel plaats door Salomo. Na 20 jaar tempelbouw enzovoorts. In ieder geval vindt dan de inwijding plaats. En dat is 500 jaar dus na de uittocht uit Egypte. Nou, Salomo is, dus even globaal hè. Nou, deze lijn is letterlijk, is echt op het jaar nauwkeurig als u het mij vraagt. Maar als het gaat om de namen die ik hier nu bij vermeld. Salomo leefde dus in deze tijd. En David moet zo rond deze tijd geboren zijn. En dan daarvoor heb je de vader van David, dat was Isaï. En dan ben je ergens in deze tijd aan het einde van 2800. En daarvoor heb je de vader van Isaï, dat was Obed. Dat moet dan ergens hier geweest zijn op de tijdlijn. Nogmaals, dit is enigszins globaal, maar dat is wat we ervan weten. We weten van David dat hij 70 jaar is geworden en dat hij 40 jaar geregeerd heeft. Trouwens van Salomo ook. Hoe dan ook, zo kun je dat lijstje dan maken. En dan Obed was de zoon van en verwekt door, letterlijk, door Boas en Rut. Nou, die geschiedenis. Dat was aan het dat was niet het einde, maar nog 100 jaar voor het einde van de richterenperiode dus. Want die geschiedenis van Rahab en Salomon, dat is hier. Ziet u? Dat betekent dat als Rahab een zoon krijgt bij Salomon, dan gaat dat nooit Boas geweest. Nou, dus weliswaar, zij zijn voorouders daarvan. Maar er zit hier een periode van pakweg 250 jaar tussen. En dus dat betekent, vandaar die ketting, daar zitten nogal wat schakels tussen. Dat is dezelfde tijdsperiode, om even een indruk te geven, tussen nu en 1770. Ja, nou, dat is een flinke periode, nietwaar? En dat is de periode die gelegen is ongeveer tussen Rahab en Salomon en Boas. Vandaar dus dat ik zeg van, ja, als er staat van, Salomon nu verwekte Boas uit Rahab, dan is dat de voorvader. Dus Boas komt inderdaad uit Rahab voort, maar daar zitten wel schakels tussen. Nou, goed. Bent u er nog? Ja. Ja, oké. Okay. Ik vind dat ik dat toch even moet vermelden. Want je stuit daar gewoon op als je onderzoek daarnaar doet. Dan staat er trouwens nog bij in Matteüs 1, vers 6.
Isaïe nu verwekte David, de koning, jawel. En David nu verwekte Salomo uit de vrouw van Uria. Heel eigenaardig, maar er worden twee dames genoemd in dit dynastieregister. Want dat is het eigenlijk. Allemaal troonpretendenten via de lijn waarin de kroon vererfd wordt. En die twee dames die genoemd worden, verwijzen naar genade. Want Rachab de hoer en deze vrouw van Uria. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat verwijst helemaal niet naar het feit dat ze zo slecht waren. Zo van, oh, de Bijbel noemt twee dames en dan deugen ze ook niet. Zie je wel dat de Bijbel discrimineert? Nee, het is precies omgekeerd. Deze dames worden juist genoemd als uitbeelding van Gods genade. En trouwens, als we het hebben over de vrouw van Uria, dan ligt de schuld niet bij Batseba in de eerste plaats, maar bij David. Ja, hij was weliswaar voorbestemd om de koning te zijn, maar het is pure genade. En dat zie je dus ook in deze lijn. Het gaat allemaal om de weg die God gaat. En ook door, daar worden de schakels in genoemd waarvan je zegt, nou, zou ik die eigenlijk wel in mijn stamboom willen hebben? Ja, God zegt ja, dat doe ik met opzet. Trouwens, dat geldt voor heel wat andere namen ook. Hij gebruikt dat en al die schakels zijn nodig. En ja, het symboliseert de ja, dat is aardig om het zo te formuleren. De rode draad. Door heel de schrift is dat scharlakenkoord. En de rode draad is inderdaad de draad, de lijn, het touw waar je aan van kan vastklempen, waar trouwens ook een anker aan verbonden is, de anker van hoop. Dat is pure genade. God geeft dat. God gaat zijn weg en daarbij is hij totaal niet afhankelijk van de goede daden van een mens. En ja, dat rode draad is uiteraard ook een embleem van verlossing. Van overwinning op de dood en feitelijk ook dat bloedrode draad. Dat is het. In ieder geval, meteen als we in Matteüs 1 de vermelding van Rachab vinden in dat register van kroonpretendenten, dan wordt Rachab met ere vermeld. En zij is dus een directe voorouder, ja, van Boas en daarmee ook van David. En dus van Christus. Dan moet je in de lijn van de geslachten gaat. Is God zo zijn weg gegaan? En dat is de wijze waarop het Nieuwe Testament zichzelf introduceert. Dit is de lijn. Eigenlijk wordt daarmee ook meteen de link gelegd met heel de Hebreeuwse Bijbel. Ja, dat hele register, dat refereert aan de schriften, aan de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. En zo ligt het verband en zo is het gegaan en zo is het uiteindelijk bij Yeshua gekomen, de Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nou, dat is Matteüs 1. Dan gaan we nu naar Jacobus 2. Ja. Want ook Jacobus maakt melding van deze Rachab. Wij zijn erg Paulus georiënteerd. En daar hebben we goede redenen voor. Want hij was de apostel van de natie. En hoe was het ook alweer met Jacobus? Ja, die richtte zich tot de 12 stammen van Israël. Van Israël en niet tot de natieën al zodanig. En dus ja, deze brief, die heeft in het verleden zijn functie gehad, gaat straks ook weer een hele prominente functie vervullen, zoals de brieven van Paulus dat in onze dagen doen. In deze twee dagen, ja. Maar goed, neem niet weg dat al de schrift van God gegeven is en dus ook in deze heel nuttig is om daaraan herinnerd te worden. In Jacobus 2, daar vind je iets en dan begrijp je ook meteen waarom dat conflicteert, of in ieder geval heel ongemakkelijk voelt
als je Paulus georiënteerd bent. Lees maar met me mee. Daar staat dan, uiteraard val ik midden in Jacobus' betoog. Dan zegt hij, jullie zien dat een mens wordt gerechtvaardigd niet vanuit geloof alleen. Nou, breng mijn kom. Laten we nou toch altijd gedacht hebben dat het sola fide is, hè? Alleen geloof. En is dat ook niet wat Paulus dan leert? Jazeker. Ja. Vandaar ook, ik weet niet of u een beetje op de hoogte bent van de kerkgeschiedenis, maar van Luther lees je ook dat hem dit werd voor de voeten werd geworpen. Luther had ontdekt van ja, het is geloof. Alleen, geloof alleen. Dat is een van de fundamenten van de reformatie ook geworden. En hem werd voor de voeten geworpen, maar ja, maar dat kan helemaal niet, Luther. Want kijk eens wat er in Jacobus staat. Jacobus en Luther wist daar geen raad mee en die zei van, het is een strooie brief. Eigenlijk een brief van stro. Eigenlijk, steek het maar in de hens. Ja, hoe die man ook tegelijkertijd kon zeggen, alleen de schrift, dat weet ik dan weer niet. Maar hij was wel vaker wat impulsief, zeg maar, in zijn uitleggingen. Wel een kleurrijk man trouwens, dat wel. Maar, ja goed, dus Jacobus en Paulus, dat matcht niet. Hoe zit dat dan? Nou, ik moet erbij zeggen, als je er wat nadere kennis van maakt dan meemaakt, dan blijkt dat het weliswaar een tegenstelling is die Jacobus en Paulus beschrijven, als je dat tegenover elkaar zet. Maar het is tegenstelling wil nog niet zeggen dat het tegenstrijdig is. Nee, als ik zeg, de school staat links van de slagerij, dan is dat een tegenstelling met als ik zeg van de school staat rechts van de slagerij. Maar dat hoeft niet tegenstrijdig te zijn, afhankelijk namelijk van de positie waar je je bevindt. Snapt u? Dus een tegenstelling, een contrast, hoeft nog niet per se conflicterend te zijn. En dat is bij Paulus en Jacobus, beiden zijn waar, maar beiden zijn waar in hun context. Gewoon in de samenhang waarin zij die dingen zeggen. Goed, nou, het eerste wat ik erover zou willen zeggen, want ja, als we het dan toch hierover hebben, dan moet dat vermeld worden. Paulus refereert aan rechtvaardiging voor God. Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 4, dat Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham was een rechtvaardige, waarom? Omdat God had gezegd van zo zal jouw nageslacht zijn, als de sterren van de hemel. En Abraham zei amen. En God zegt, God rekende Abraham tot een rechtvaardige. Jij bent een rechtvaardige. Jij zegt amen op wat ik, om niet, onvoorwaardelijk beloof. Dat is een gelovige. En dat is ook een rechtvaardige. Ja, maar dat is waar. Jacobus refereert aan rechtvaardiging in de praktijk en ook als bewijs voor mensen. En dat is een ander perspectief. Het ene perspectief is zoals God het benadert. God ziet het hart aan en hij zag geloof bij Abraham. Ja, maar hoe weet je nu als mens in de praktijk dat Abraham een rechtvaardige was? Nou, dus de ene lijn, ja, omdat God dat zo gezegd heeft, dat is oké. Maar hoe weet je, hoe zie je dat nou? Hoe zie je dat in de praktijk? En dan heeft Jacobus het niet over het feit dat God Abraham tot een rechtvaardige rekende. Dan zegt hij van nee, maar hij heeft het bewezen, want hij heeft zijn zoon, dat was natuurlijk 25, 30 jaar later, heeft hij zijn zoon Isaac geofferd, daar op de berg Moria. Hij bewees het, hij geloofde God, maar hij heeft zelfs, notabene, God had gezegd van via Isaac zal van nageslacht voor u gesproken worden. Dus hij wist, Isaac is de zoon van de belofte. En dan moet ik Isaac gaan offeren, ten brandoffer gaan brengen. Maar Abraham wist, dat zei hij ook tegen die gasten met hem meegereisd waren toen hij het ging offeren. Hij zegt, als wij weer bij jullie terugkeren, dat was op de derde dag trouwens, ook op de derde dag, jazeker. Als wij weer bij jullie terugkeren, hij wist gewoon, ik kom straks weer met Isaac terug. Ja, en dan zegt de Hebreeënbrief later van, dat komt omdat Abraham die rekende met opstanding. Hij heeft er eigenlijk ook bewijs van spreken uit de opstand, uit de doden weer teruggekregen. Op de derde dag, ja.
Abraham wist van, ja, God, als God zegt, Isaac is de zoon van de belofte en ik moet hem offeren, nou, dan gaat God hem dus kennelijk weer uit de doden opwekken. Kijk, dat is geloof. En die heeft het bewezen. En hij is gewoon, hij is niet weggegaan, maar hij wist het. Hij wist het. Dat is geloofslogica. Zeg maar, als God dat zegt, ja, dan kan het niet anders dan dat God het ook op die manier gaat vervullen. En dat vind ik geweldig. En hij heeft het inderdaad bewezen. En vandaar ook dat Jacobus dat voorbeeld geeft van het offer van Isaac. Dat was een bewijs waarin de praktijk ook bleek en aangetoond werd dat Abraham daadwerkelijk geloofde. Ja, en dat heeft dus ook alles te maken met, want je kunt hoe je het ook wendt of keert, je kunt toch in ieder geval wel vaststellen dat Jacobus een heel ander accent legt dan Paulus. Oké, sommige mensen zeggen het is tegenstrijdig, dat is het niet, het is wel een contrast. En dat komt ook omdat Jacobus richt zich, ja, lees het maar na in hoofdstuk 1 vers 1, hij richt zich tot de 12 stammen in de verstrooiing, niet tot de natiën, zoals Paulus zich richt, nee, tot de 12 stammen. En dan is dat ook om hun geloof te tonen. Toon mij uw geloof, hè? Dat is ook in Jacobus. Nou, daar gaat het om. En dat wordt straks ook zo actueel voor Israël, want Israël, als de 12 stammen weer verzameld worden vanuit de verstrooiing, ja, dan wat staat hen dan te doen? Dan krijgen ze een taak op aarde om een koninklijke, priesterlijke natie te worden. En dan zullen ze hun geloof ook daadwerkelijk openbaren, tonen, demonstreren, bewijzen. Zie je, dat accent hoort bij Israël, bij de 12 stammen. En als Paulus daarover spreekt, ja, die slaat een andere toon aan. Dat heeft te maken met deze tijd, met de natie. Kortom, als hij zegt van jullie zien dat niet vanuit geloof alleen, dan heeft dat met zulke dingen allemaal te maken. Nou kom ik bij Jacobus, bij Rahab. En evenzo ook niet, is evenzo ook niet Rahab, dus evenzo, dus net als Abraham, is evenzo ook niet Rahab, de hoer, heb je het weer, Rahab, de hoer, vanuit werken gerechtvaardigd? Ja, kijk, Rahab geloofde God en het woord wat tot haar kwam, maar het was levend geloof. En dus werkte dat woord in haar uit. Dat is logisch. Levend geloof wil zeggen dat je gelooft het en omdat je het echt gelooft, niet zo het zal wel, nee, levend geloof wil zeggen, je gelooft het van harte. Ja, werkt dat uit, heeft dat een uitwerking in je leven? Absoluut, dat kan niet missen. Anders zit het niet hier. Kijk, als er nou iemand hier gealarmeerd de zaal binnenkomt en zegt van, dus het huis of dit gebouw staat in de fik, wegwezen. En je zegt, dat geloof ik. En je blijft hier gewoon staan. Nou, geloof ik dus niet. Ik bedoel, op het moment dat je zegt dat je dat gelooft, dan heeft dat een uitwerking logischerwijs in je leven. Dat kan niet anders. Niet omdat dat moet, dat kan niet anders. Zo, en Rahab geloofde. En ze heeft dat inderdaad ook bewezen. Ja, toen zij de boodschappers gastvrij ontving. En ik refereerde hier al even eerder aan dat ze hier genoemd worden de boodschappers. Letterlijk, in het Grieks staat het gewoon angelos. En dat is gewoon het gewone woord voor engelen. Ze hadden hier dus, dit woord wordt vrijwel altijd, als het in het Nieuw Testament gebezigd wordt, behalve hier dan, maar in de NBG-vertaling wordt het gewoon vertaald met engelen. Dus Rahab die nam dus engelen in haar huis op, gastvrij. Waren er dan geen mensen? Jawel, maar een mens kan ook een engel zijn. Dat wist hij toch, hè? Ja. Een engeltje, ja. Maar dat komt omdat het woord angelos, dat is in feite een functie. In feite een postbode is ook een boodschapper. Hij brengt namelijk een boodschap over. Dat is wat het woordje angelos betekent. Het is een functie die verwijst naar wat je doet. En dat is precies ook wat de verspieders waren. Hier worden ze dus niet spionnen of verspieders genoemd. Dat waren ze wel.
Maar hier worden ze boden genoemd. Engelen worden ze genoemd. Waarom? Ze droegen een boodschap met zich mee. En die boodschap die moest komen bij die heidense vrouw. En dat was het woord van God. Dus mooi dat ze hier inderdaad de boodschappers genoemd worden. Want daarin zit meteen gelegen dat zij kwamen met een woord, namelijk van Gods wegen. En Rachab heeft dat vernomen en ook naar waarheid erkend. En zij heeft ze gastvrij ontvangen en via een andere weg uitgeworpen, zo staat het letterlijk, weggestuurd. En dat betekent dus, zij verborg ze. Dat is wat ze deed. En dan eindigt Jacobus vervolgens, als hij dit voorbeeld gegeven heeft van Rachab de hoort, dan zegt hij, dat ja, zoals het lichaam zonder geest een dode is, dan is de geest eruit, dan heb je de geest gegeven. En dan is, ja, wat is het lichaam dan? Ja, gewoon een dode. Nou zegt Paulus, zo is, of nee, Paulus niet, Jacobus, zo is ook het geloof zonder werken een dode. Als het geloof niets uitwerkt, dan is dat een aanwijzing dat er toch wel geen geloof in zit. Levend geloof is waar Jacobus over spreekt. En als je het zo bekijkt, dan is de tegenstelling tussen Jacobus en Paulus veel minder groot dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Ik geef toe, het is een contrast. Er zijn duidelijke accentverschillen, waarvan akte. De doelgroep is ook anders. En toch, ook bij Paulus is hier altijd weer van, ja, geloof werkt uit. Natuurlijk. Want dat is de kracht namelijk van het woord. En dat is wat Jacobus dus vooral ook benadrukt. Nou, dan komen we tenslotte nog bij bij Hebreeën 11. En daar heb ik de vorige keer al even op gewezen. En ik moet het nu in deze setting alsnog even vermelden. En dat is Hebreeën 11, vers 31. U weet het, hè? Hebreeën 11. Dat geweldige hoofdstuk waarin namen allemaal genoemd worden. Mensen die in hun dagen leefden uit geloof. En dat rijtje begint met Abel en dat begint en dan met Henoch en met Noach en met Abraham en met Sarah. Nou ja, noem maar op. Allemaal mensen die het verschil maakten. En wat is het verschil? Nou, iedere keer, want dat is de rode draad in Hebreeën 11, dat is door geloof. En dan zijn we toch weer terug bij af, hè? Namelijk, het was geloof. Oké, bewezen geloof. Daar gaat het hier ook over. Maar het is geloof. En wat is geloof? Nou, dat is precies wat er in de Vandalen ook staat. Ik geef toe, om te weten wat een Bijbelwoord is, dan moet je natuurlijk niet in Vandalen kijken, maar moet de schrift zichzelf laten uitleggen. Maar het is volkomen in overeenstemming met wat wij ook weten van geloof. Geloof wil zeggen, je gelooft een mededeling die gedaan wordt. Dat wil zeggen, er wordt een mededeling gedaan en jij beaamt dat. Je houdt dat voor waar. Ik geloof dat. En het hele leven staat bol van geloof. Hè? Je krijgt iets te horen en je zegt, ja, ik geloof dat. Ja, u gelooft het niet. Ja, wat geloof je wel en wat geloof je niet? Dat is tegenwoordig helemaal een groot probleem aan het worden. Wat is fake en wat is echt? Dat is een knap lastig verhaal. Maar goed, ik bedoel maar te zeggen, dat hou je voor waar. Nou, dat is wat Rachab door. In feite is het is ook helemaal geen prestatie. Het feit dat je iets voor waar houdt of niet voor waar houdt, ja. In feite, we zeggen ook, en dat is terecht, geloof is vertrouwen. Je houdt iets voor waar en je zegt, daar stel ik mijn vertrouwen op. Daar ga ik op af. En is dat een prestatie? Dat ik een woord geloof en een ander woord niet geloof? Nee, het is wat het is. Weet u? Geloof, we hadden het in de auto er net nog over. Geloof is een geschenk. Dat willen evangelische mensen niet aan, maar het is echt zo. Geloof is een geschenk. Een cadeautje. Paulus zegt in Efeze 2, hij zegt van, door genade zijn jullie gered, door geloof. Dat niet uit uzelf, het is een geschenk, een gave van God, opdat niemand roemen. Dus het feit dat je gered wordt, maar ook het feit dat je mag geloven, mag vertrouwen, dat je het woord
gehoord hebt, maar ook daar amen op zegt, dat is op zich ook weer een geschenk. Het feit dat je dat nu al mag doen, dat is een geschenk van God. En weet je wat ik het allermooiste vind? Dat geschenk dat wij nu hebben ontvangen, dat is het geschenk wat God aan iedereen uiteindelijk gaat geven. Dat iedereen dat gaat beamen. En dan zullen ze het trouwens ook zien. Dan kunnen ze het ook helemaal sowieso niet meer onderuit. Maar dan geeft God, God geeft dat. En waarom geloven? Je leest in Johannes 10. Dus wil ik er nog even bij vermelden. Nee, in Johannes 12. Daar staat er van de overste van Israël. Over van de Joden, van de Farizeeën enzovoort. En daar staat er van: hierom konden zij niet geloven in hem. Kijk het maar na. Dat staat vrijwel letterlijk zo als ik het nu ook citeer. Hierom konden ze niet geloven in hem, de Heer Jezus. Omdat Jesaja gezegd heeft: God heeft hun ogen toegesloten en hun oren verstopt. Zodat ze niet geloven. Hoe komt dat? Ja, ze waren blind, ze waren doof. Maar wie geeft ogen om te zien? En wie geeft oren om te horen? Dat geeft hij. Wie opent harten? Dat doet hij. Dat is een geschenk. Als je het mag zien, ja. Wat maakt het voor verschil? U kent allemaal mensen die je naast staan. En de een gelooft het wel en de ander gelooft het niet. Is die ander die het nou niet gelooft slechter? Nee, in die orde ligt het totaal niet. Opdat alle roem zou zijn uitgesloten. En je krijgt dat geschenk. God opent je ogen. Prijs God. Dank hem op je knietjes dat je het nu al mag hebben ontvangen. Nu al hebt ontvangen, in de wetenschap dat zij het allemaal zullen krijgen op zijn tijd. Alleen, er is inderdaad verschil in rangorde. Iedereen komt, iedereen gaat eraan geloven. Ja, iedereen gaat eraan geloven. En wij geloven er nou al aan. Ja, hij heeft ons op de knieën gebracht. Dat is echt een cadeau, een geschenk. Nou, Rahab geloofde. Door geloof kwam Rahab de hoer niet om met de ongezeggelijken. Ja, ze worden zo genoemd. Waarom? Omdat de inwoners van Jericho, die wisten ook van Gods daden. Eerder hadden we het er al even van. Die wisten dat ook wel. Maar weten dat iets zo is, is wat anders dan ook daadwerkelijk je vertrouwen erop te stellen. En Rahab geloofde. En ik weet het, dat kun je van twee kanten benaderen. Maar je kan zeggen van ja, maar die inwoners hadden dat toch ook moeten geloven. Ja, dat is de ene kant. Maar als je het van Gods kant bekijkt, dan is het gewoon zo. Rahab was uitgezocht. Was inderdaad uitgekozen. Haar ogen en hart en oren en haar hart was geopend. En het moest bij haar terechtkomen. Dat is genade. En zij geloofde het. Maar het maakt wel een groot verschil in de praktijk. En de rest van de stad is toen in die dagen inderdaad omgekomen. En Rahab, zij maakte het verschil waarom vanwege het feit dat zij God geloofde. Nou, en daar wilde ik graag mee afsluiten met deze overweging. Oké, ze was een hoer. Naar de mens, maatschappelijk gesproken, een vrouw die, ja, wat is dat? Dat rekenen we niet. Die hoort met recht bij de outcast. Ze was bovendien, en bedenk dat ook, in de ogen van al haar stadsgenoten, was zij gewoon een landverrader. Als jij hult met de vijand en spionnen opneemt, en dat die spionnen helpt, ja, dat is gewoon een landverraad. En dat kan een reden zijn om gefusilleerd te worden. En dan zou je zeggen, hoezo goede werken? Ja, het was geloof. Ze geloofden God. En dat is het grote verschil. Als je gelooft in zijn woord, als je mag geloven in zijn woord, ja, dan valt je zo'n enorm voorrecht ten deel. Maar daar kom je ook never nooit beschaamd mee uit. En dat is wat de geschiedenis van Rahab demonstreert. God is heeft Rahab uitgekozen en God heeft, zij is zijn weg gegaan met Rahab. En Rahab is op die wijze ook zelfs, heeft een eervolle vermelding gekregen in dat register van Jezus de Christus, Israëls Messias.
Nou, daar wilde ik het voor vandaag bij laten. En ik stel voor, Ton, dat wij nog met elkaar een lied zingen. Oh, misschien is het goed dat je eerst even een introotje speelt. Dan kan het collectezakje ter bestrijding van de onkosten nog even rondgaan. Maar de dienst konden de jaken. Zullen wij deze samenkomst nog afsluiten met dankgebed? Wat zijn we enorm bevoorrecht, Hemelse Vader, dat u ons deze dingen bekend hebt gemaakt en dat we in het bezit zijn van uw woord. Dat daar boden zijn geweest, dat daar boodschappers het woord gebracht hebben bij ons en u hebt ze erop uitgestuurd. En we danken u, Vader, dat dat woord niet alleen bij ons, bij de natiën, terechtgekomen is, maar dat u ook mensen hebt tevoren gekend, tevoren bestemd en daarom ook geroepen hebt. En die u roept, die rechtvaardigt u ook en die u rechtvaardigt, die verheerlijkt u ook. En dat is een goddelijke ketting waarin geen enkele menselijke bijdrage is gelegen. Het was voor onze geboorte reeds al vastgelegd en de uitkomst is ook goddelijk zeker. Heer, we zijn zo beveiligd in die wetenschap. We danken u dat u ons uitzicht geeft, zoals Rachab dat 1000 jaren geleden had. En een open venster en dat we een werkelijke hoop en verwachting kennen. En dat u gesproken hebt, dat het vast is. En Heer, we prijzen onszelf gelukkig
met het kennen van uw woord en daaruit te mogen leven, daarvan te mogen spreken in een wereld waar zoveel waanzin is, waar die zo in de duisternis leeft, dat we mogen leven bij kostbaar licht dat de duisternis verdrijft. En Heer, bedanken u dat we in de donkere wereld dat licht ook mogen verspreiden, dat we daarvan mogen spreken, want het enige wat werkelijk telt, dat is wat u gesproken hebt, uw woord, en we zien uit aan het einde van deze 2 millennia, 2 goddelijke dagen, naar die derde dag. Die gaat komen. Het duurt niet lang meer. En we danken u dat u ons daarop zo'n open venster hebt gegeven. En u hebt het beste voor het laatst bewaard. We danken u voor die wetenschap en dat vertrouwen. Amen. Rest mij alleen nog even de volgende samenkomst hier ter plaatse aan te kondigen. En dat is 11 juli, vandaag, over 2 weken. Deo Volente uiteraard. Hier op deze locatie. En dan hebben we aan het einde van de maand ook weer zoals gebruikelijk de samenkomst op 27 juli. Ja. En ik ga nu snel hier vandoor, want ik mag vanmiddag in Zeewolde spreken. Als u daar naartoe wil, dan moet u zo nog eventjes opgeven, heb ik begrepen, dat wel. Maar ik denk niet dat er veel zijn die dat zullen doen. Hoe dan ook, lieve mensen, het was mij een waar genoegen. En nog een hele goede zondag toegewenst. Hartelijk dank Ton, hartelijk dank Ronald, Jeff en onze assistent. Ja, precies. Nou, we weten je voortaan ook te vinden hoor. Ja, je krijgt concurrentie, je krijgt concurrentie, Jeff. Goed, God zegen allemaal en...